En Fred, hoe verklaar je deze nederlaag? Ja, hoe verklaar je deze? Ik denk dat we, als je gewoon even de wedstrijd terugpakt, ik denk dat we hier gewoon prima beginnen. Dat we het voetbal spelen wat we willen. Ook een goede goal maken. Ik denk dat we ook op een gegeven moment ook met de kans van Vin Stokkers ook misschien wel 0-2 kunnen maken. Nou, dan denk ik dat je een hele goede stap zet. Ja, en daarna gebeurt er van alles en nog wat. En krijgen we ook de 1-1 tegen. Ja, dan is er uiteindelijk de tweede helft in mijn beleving ook niks aan de hand. Alleen in de laatste fase geven we een goal weg. Je zegt er gebeurt van alles en nog wat. Waar doel je op? Ja, nou ja, je hebt de wedstrijd ook gezien natuurlijk. Ik denk, jullie willen een penalty sowieso? Nou ja, willen een penalty. Ja, ik heb vorige week al gezegd, ik denk dat deze ook weer discutabel was. En ja, misschien wel meer dan dat. Maar oké, dat gebeurt dan. Laten we nog één ding dan eruit halen, kunnen we dat afsluiten. Ik neem aan dat je de rode kaart voor Jansen, de niet gegeven tweede gele kaart aan Jansen. Misschien zit dat je nog het meeste dwars op 1-1? Ja, dat zijn gewoon ik moet gewoon naar mijn eigen ploeg kijken, dat is het allerbelangrijkste. En op een gegeven moment dan gaan we wat mee in het spel van Fortuna. Nou, dan moeten we meer bij onszelf blijven, vind ik. Alleen ja, alle randzaken, ja, daar moeten we ook mee leren omgaan. En dat is ook de volgende stap die we met elkaar moeten maken. En daar zijn we gewoon mee bezig. En als je gewoon kijkt naar de eerste seizoen zelf voor ons, dan vind ik gewoon dat wij weer de nodige stappen hebben gemaakt. Dat we beter zijn geworden, volwassener zijn geworden ten opzichte van afgelopen seizoen. We hebben heel veel punten gepakt die ook verdiend waren. Ja, deze hadden we graag winnend afgesloten. Of in ieder geval een resultaat dat je 1-1 speelt, bij wijze van spreken. Maar ja, dat is niet gelukt. Nou ja, oké. Rugrechten en na de winter stoppen verder. Hoe komt het dat jullie na rust tot die enorme kans nog voor Damascan in de 98e minuut eigenlijk niks creëren? Ja, nou ja, dat zeg ik net. Dan gaan we iets te veel mee in het spel, denk ik, van Fortuna. En dan blijven we niet voetballen, hebben we niet de goede veldbezetting. Ja, en uiteindelijk breekt dat ons op. Ik neem aan dat jullie van 2-2 wel telden. Toen Damascan de kans had. Ja, had mooi geweest ook voor de club. Voor iedereen bij de club, maar ook voor hemzelf. En ja, is jammer niet gelukt. Nou, heb je 12 punten? Heb je dan door deze nederlaag toch gegaan met de pest de winterstop in? Of heb je het gevoel van, ik heb het gewoon goed gedaan? Ik heb dat net in de rust aangegeven. En natuurlijk zijn we allemaal winnaars. En natuurlijk willen we punten pakken. En natuurlijk wil je hier al het verschil maken. Nou, oké, dat is niet gelukt. Maar ik vind niet dat we door deze wedstrijd moeten vergeten wat we de afgelopen periode met elkaar hebben neergezet. En dat wat we neergezet hebben, vind ik dat voldoende is om op verder door te gaan. Om verder te werken. En nou, uiteindelijk moeten we dat doen na de serie wedstrijden in januari. Zo is het nou eenmaal. Dus rugrechten en oppakken met elkaar. Was nog een moment in de eerste helft dat Frank van Mosselveld even naar beneden ging om door te geven dat jullie wat minder moesten mopperen op de arbitrage? Heb je dat nog meegekregen? Nee, heb ik niet meegekregen. Nee. Ben je dat op zich met hem eens? Dat jullie daar eigenlijk gewoon met z'n allen niet mee bezig moeten zijn? Ja, maar uiteindelijk is het nu natuurlijk wel zo dat je heel veel dingen extra hoort die je misschien normaal niet hoort. En weet je, het gaat er ook om hoe je vaak reageert. En waar bijvoorbeeld de gele kaarten voor gekost was, daar maakte ik me druk om. Ja, dat vond ik, hij zei helemaal niks verkeerd. Het was niet onverzoenlijk, het was niet onbeleefd. Ja, je kan misschien ook een beetje meegaan in de emotie. Maar dat is mijn visie. En uiteindelijk kreeg ik hem omdat ik uit mijn vak gelopen was. Maar ja, oké. Toch nog fijne dagen. Oh, jawel, maar dat gaat ook wel lukken hoor. Alleen we hadden graag een beter resultaat gehad vandaag. Dankjewel. Dankjewel.